Ja, dames en heren, welkom bij een splinternieuwe OSM-video hier op mijn kanaal. OSM heeft namelijk een nieuwe optie, namelijk de Champions League. En wij gaan dat spelen, maar we moeten eerst 6 voorrondes spelen. En trouwens, de link van OSM staat in de beschrijving. Maar we gaan gelijk beginnen met de allereerste voorronde tegen Atletico Madrid. Gelijk een moeilijke wedstrijd. Ik ben trouwens Juventus, die heb ik gekregen. Er doen heel veel andere YouTubers ook mee aan deze competitie. Waaronder 2 Nederlandse YouTubers en dat zijn ik en FIFA Bouws. Maar we beginnen tegen Atletico Madrid, de allereerste wedstrijd. En ik moet heel eerlijk zijn, ik was iets te laat met alles voorbereiden. Dus bij deze wedstrijd had ik nog niet alles goed voorbereid. Oftewel, ik ging best wel flink de fout in. Maar ik kwam meteen met de eerste kans en die miste ik. Blijkbaar kan zelfs Ramsey missen. Ja, ik heb wel Cristiano Ronaldo, dat is wel een groot voordeel. En Rabiot die krijgt ook weer de bal en hij kopt hem niet erin. Helaas pindakaas. En zo ging het nog wel even door. Op een gegeven moment krijgt Atletico Madrid een aanval en die gaat er ook niet in. En ja, zo gaat het ook wel even door. Dan zijn we al in de 83ste minuut. Krijgt hij nog een kans, gaat er niet in. En ik krijg nog een kans in de 87ste minuut. Gaat die er dan in? Nee, ook niet. En dan blijkt het toch een gelijkspelletje te worden. Mijn allereerste wedstrijd. Ik had die echt wel moeten winnen. Maar het is gelijkspel. 0-0 vond je Juventus voor de dag komen. De spelers bleven me gaan. Het is zo belangrijk om de fitness van de spelers goed in de gaten te houden. Ja, ik had dus nog helemaal niks ingesteld. Ik was zelfs niet met 11 man begonnen. Ik was echt heel dom de eerste wedstrijd. Maar na de eerste wedstrijd was gelijkspel. Dus ik wist, ik moest gaan knallen. Dus weet je wat we gaan doen, jongens? Wij gaan lekker knallen. Ja, zeker waar. Bang, we updaten ons team. Cristiano Ronaldo in de spits. Cuadrado ernaast. Holy shit. Nu kunnen we niet meer verliezen. Al die spelers even een goede training geven. Kijk eens aan. We trainen ze alsof het niks is. Die ratings pompen we omhoog. We pompen ze door deze studio. Het is abnormaal. Het is insane. Wij gaan deze Champions League winnen. Want als wij de Champions League winnen, krijgen wij een mooie geldbonus van 250 euro. Nou, die wil ik wel hoor, die 250 euro. Dus ik wil gewoon deze competitie winnen. En zo ging ik nog wel even door met dus mijn spelers trainen. En waren we ready voor zowat de volgende wedstrijd. Dit was mijn team op dit moment. We deden nog wat aanpassingen. We deden nog wat oefenwedstrijden trouwens. Want met oefenwedstrijden train je ook je spelers. Dus ik deed een oefenwedstrijd tegen Ajax. En Ajax is FIFA Bouws. En ik speel weer gelijk. Dus al die aanpassingen. En het lukt me alsnog niet. Yay. Oh my god. Maar we gaan wel door naar de volgende wedstrijd. En dat is tegen het enige echte Bayer Leverkusen. En nu gaan we knallen, jongens. Nu gaan we knallen. Ja, zeker waar. Hoppakee. De wedstrijd is begonnen. Ben gelijke kamp voor Leverkusen. Maar natuurlijk gaat hij niet erin. Jullie denken dat hij erin gaat, maar hij gaat er niet in hoor. Nee, zeker niet. Kijk, mis. Ha. En ik kom eraan, jongen. Bang, een kans voor mij. Corner. Hoppakee, Rugani komt vrij en gaat koppen. Ja, zeker gaat hij erin. Tuurlijk, we zijn Juventus. Bang. En vanaf nu zijn we on fire. Vanaf nu gaat alles erin, dames en heren. Gelijk de volgende kans. Oh nee, nog niet. Eerst even de tweede helft. Prima eerste helft. Zeker weten. Laten we doorgaan naar de tweede helft. En weet je wat wij gewoon gaan doen? Meteen in het begin van de tweede helft scoren. Ja, dat gaan wij gewoon doen. Kijk maar aan. Miscommunicatie in de fans. Daar komt man. Cristiano Ronaldo, de echte. Bang, 2-0. Alsof het niets is. Leverkusen, wie ben jij? Wie ben jij? Je speelt tegen het enige echte Mick. Het enige echte Juventus. Oh, Leverkusen heeft de kans. Oh, mis. Wat een toeval. Holy shit. Daar komt hij weer. Die ballen met een voorzetje. Bang, bang, 3-0. Het is zo makkelijk. Het is zo makkelijk, dames en heren. We doen het alsof het niks is. En alsof 3-0 niet genoeg is, even een paar minuten later, maken we er gelijk 4-0 van. Hopsakee. En dan kan je wel zeggen dat dat een prima tweede wedstrijd is. Hé, hey, dit was een wedstrijd met voorbereiding. We hadden onze spelers goed getraind. En we gaan gelijk door naar de volgende wedstrijd. Maar die is 24 uur later. En ik heb een trucje. Let op, hè. 3, 2, 1. 24 uur later. Ja, dames en heren, we zijn nu 24 uur later en we gaan door naar de volgende wedstrijd tegen Moskou. Het staat op dit moment 0-0, wat heel logisch is, want de wedstrijd is nog niet begonnen. Weer een lekkere commentaartje erbij en dan gaan we gelijk voor de eerste doelpunt. Gaan we gelijk voor de eerste doelpunt. Eerste kans, eerste doelpunt. Nee, hij mist. Lekker voor hem. Maar we gaan even die tempo erin gooien. Kom aan, we gaan die tempo erin gooien. Bang, bang, 1-0 en
Drop gelijk die 2-0. Jazeker, 2-0. En gaan we voor die 3-0. En gaan we voor die 3-0. Nee, dat gaan we pas de tweede helft doen. Tuurlijk gaan we wel pas de tweede helft doen. We kunnen nu echt niet meer verliezen, hoor. Nee, hoor, zeker niet. Hoppakee, tweede helft. Gaan we voor die 3-0. Come on, boys. Come on, boys. Yes, 3-0. En dan staan we gewoon al 3-0 voor. Nou, nog 10 minuten te spelen. Het is alweer gewonnen. En dat is het ook. Het is gewonnen. Kijk, eindsignaal. Wat vonden jullie van 3-0? Kan jij het geloven, Kenneth? Ik kan het niet geloven. Hoe vond je Juventus spelen? Nou, hoe vond je ons spelen? Zeg het eens, Kenneth. Goede goal van Cristiano Ronaldo. Hij leek zich erg thuis te voelen onder de vleugels. Natuurlijk leek hij zich thuis te voelen. Zeker weten. Hoppakee, krijgen we ook weer die monies erbij. En weet je wat we dan gaan doen? Want we moeten 6 wedstrijden in totaal spelen om naar de voorrondes te komen. Of naar de eerste ronde bedoel ik. Dus we gaan weer 24 uur verder. Daar kunnen we gewoon. Daar hebben we magie voor. Dus laten we doorgaan naar de volgende wedstrijd. En de volgende wedstrijd is tegen het enige echt geweldige Moskou weer. En we zijn nu in speelronde 4 al. We hebben de speelronde 3 overgeslagen. Die heb ik nog niet opgenomen. Maar hey, raad het. Ik heb gewonnen. En hij komt meteen met een kans. Of ik kom met een kans en ik mis. What the fuck? Ik mis? Hè? Ik had mijn team zo mooi gemaakt en ik mis. Nou jongens, dit gaat niet meer gebeuren hoor. Hoppakee, eerste kans weer. Dit is de eerste kans. Dit is de echte eerste kans. 1-0. Let's go. Volgende kans? Jazeker. We gaan gewoon even een paar minuutjes verder. Hoppakee, 18 minuten hadden we net gescoord. Ja, kan wel. Ja. Hoppakee. Ik denk dat we rond nu gaan scoren. Ja, knal hem even erin. Oh, jazeker. 2-0 weer voor Moskou. What the fuck? Poetin, come at me. Ik ben veel beter. 3-0 trouwens. Ik was nog niet eens aan het kijken. Het is al 3-0. Kijk rechts, daar een vogel. Een vogel. Oh, daar links. Ook een vogel. Oh, 4-0. Oh, nu al? Ja, nu al 4-0. Oh my god, mensen. Ja, we staan nu 4-0 voor. En we hebben weer gewonnen. Hoppakee. 4 van de 4. Nee, dat is niet waar. Want de eerste hadden we niet gewonnen. Maar 3 van de 4 gewonnen. En we gaan weer 24 uur verder. Bang, volgende wedstrijd. Tegen het enige geval Atletico. Kijk ons team. Het is al fucking goed. Atletico Madrid is er niks bij. En dat kan je hier zien. Bang 1-0. 7e minuut tegen Atletico. Maar we gaan weer die tempo erin gooien. We gaan weer lekker knallen. Spoel me even lekker door die wedstrijd. Want we gaan gewoon laten zien wat wij zijn. Het enige echte Juventus. We staan hier tenminste 1-0 voor. En we gaan er echt wel meer van maken. Jazeker. Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, we gingen er niet meer van maken. 1-0 was de uitslag. En we gaan door gelijk naar de volgende wedstrijd tegen Leverkusen. En deze wedstrijd, die gaan we natuurlijk winnen. Kijk ons team op dit moment en kijk hun team. Hun zijn gewoon echt fucking slecht. Laten we even eerlijk zijn. Wij zijn veel te goed voor Leverkusen. Ze kunnen beter mijn Leverkusen. Want ja, dat kunnen ze gewoon beter doen dan voetballen. Want wij zijn gewoon veel beter. Echt serieus. Laten we kijken hoe wij ze gaan inmaken. Bang 1-0. En denk je dat 1-0 genoeg is voor het geweldige Juventus dat wij zijn? Nee, zeker niet. Bang, 2-0. Ja. En alsof dat alles was. We gaan door naar de tweede helft. En kijk eens aan, daar komt hij weer. Cristiano Ronaldo. Ja, dit wordt duidelijk 3-0. Want missen, dat doen wij niet. Oh. Ja, soms kan het dus gebeuren. Maar, oké. Leverkusen krijgt hier een kans. En scoort 1, 2... De eerste tegengoal. En het werd 2-2. Ja, het werd 2-2. Maar dat maakt niet uit. Dat wist ik van tevoren. Want we zijn door naar de allereerste ronde van de Champions League. En dat betekent dat we nu echt heel veel kans maken op die dikke prijzenpot. Maar dat zie jij in de tweede aflevering. Ik wil alvast tegen jullie vertellen dat OSM nu dus een Champions League modus heeft. Wat echt super leuk is. Ik heb me echt vermaakt. Ja, ik heb het al gespeeld. Want anders zou ik niet al deze wedstrijden in één keer naar jullie kunnen laten zien. We gingen ook nog wat oefenwedstrijden doen. Daar train je ook namelijk je spelers mee. Dus jongens, dan het OSM. De link staat in de beschrijving. En deze week komt de volgende OSM video online. Waarin jullie mij dus gaan zien. Waarin jullie mij dus de Champions League gaan winnen. Want ja, dat is zo logisch dat ik hem ga winnen. Ik ben echt gewoon supergoed. Ja. Oké, jongens. Ik zeg zoals altijd. Mick out.